Kijk hem nou wel aan van achteren dan, hoor. Kijk dan. Oh, nou, niks zeggen zeker. Natuurlijk wel. Nee. Ja, wel, je had juist iets vertellen. Kijk, dat zijn een mooie krans. Een mooie krans. Leuk, je kunt hem straks ophangen en drogen. Je kunt hem zo wegzetten, maar je kunt hem ook zo ophangen. Dus, dat droogt mooi aan. Zeg je? Doe je dat al lang? Dit, maken. Ja. Nee. Denk dan hoe snel ik werk. Ja. Maar we moeten bij de hortensia's een beetje de bruine blaadjes eruit halen. Dus dat houdt een beetje tegen. Maar want ze zijn allemaal een beetje beschadigd door de regen. Hè? Ja. Ik zal er durven namens, want hier, de nos die moet goed ervoor staan, hè? Ja. Wiens is even de goede? Pruimen nootjes hebben. Pruimen nootjes. Nee, dat is zoetzuur. Hier gaat er nog filmen. Ja, inderdaad. Nee, hè? Zwarte bessen, siroop. Frambozen. Ja, vlierbessen. Je hoort van alles. Een mooie fles azijn misschien, dat u deze ook nog een beetje, dat is ook weer iets nieuws. Hoogstijd. Ja, daarom, ik wil zeggen, je kunt nou weer van alles maken, hè. Ja. Maar je moet het ook hebben, hè, maar ze heeft nogal veel in de tuin, ja, heel veel, hoor. Wat is tegen bij elkaar die alles plukken, vlierbessen of vlierbessen, gingen wij in de overdiepste polder en daar stonden van die hele bossen mee vlierbessen. Oh, heerlijk, ja. Maar die loopt nou voor het onder, hè. Voor steeds minder, hè. Ja, maar de vlierbessen is ziek, hè. De bessen is ziek. De bloem is heel mooi. Ja, inderdaad. Heel tof. Ja. En de bessen is ziek. De bessen ziek, hè? Ja. En daar kunnen ze niks aan doen. Nee. Dus vlierbessen maken we niet veel meer. Dat is helemaal af, hè? Dat is helemaal weg, hè? Kijk, hè? Ja. Ja, en dan zeg ik, zou ze daar nog niks aan kunnen doen? Ja, straks misschien helemaal nieuwe bomen zetten. Ja. Nieuwe struiken. Ja. Want het is jammer. Ja. We hebben honderden liters ingemaakt, jaren terug. Nou. En nou de laatste 4-5 jaar. Niks meer. Maar dan krijg je dan gelijk naar de bloei. Ja, als de bloesem door is, dan doen we dan een vlier bloesem. Ja. Nou, en dan in september, deze tijd zijn de bessen. Ja. Maar die zijn er geen, want die schrompelen helemaal weg. Zo gauw als ze dus rijp worden, dan schrompelen ze weg. Ja. En bij iedereen zeggen ze, want ik zei tegen Connie, moeten we toch eens komen kijken. Misschien hebben we, nee, ze hoeven we niet te doen, want het is iedereen zegt het. Zo. Het is jammer. Jammer, ja. Ja, en waarom? Ja. Ja. Ze heeft hier zelf overal staan. Ja. Deze nou is er een beetje af kunnen plukken, heel vroeg, want anders zijn de vogels er ook mee weg natuurlijk. Ja. En we hebben nou enkele flessen kunnen maken, maar anders hadden we echt honderden liters. Zo, Sas, kom kijken waar je toen bent. Oh, nou, ik ben nu niks doen. Ik heb geen kinderen. Ja, kinderen, we hebben kinderen. Al wat gedaan. Ja. Ja. Er zijn niet zoveel kinderen, hè? Nou, de kinderen die meekomen, die willen dat liever niet. Natuurlijk liever die moderne klei. Gebruiken we deze ook niet elke dag. Het is ook meer de gekleurde klei. Ja, daar zijn ze wel heel gek op. En maak je zelf ook kunststukken? Ik niet. Nee, ik ben niet van kunst. Ik ben sta voor de klas. Oh. Ik werk met dat kleine grunt, zeg maar. Oh, ja. Het is een beetje ervaring wat ze leuk vinden. Wat... Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dan zie je ze ook, als je deze klei geeft, dan zie je ze ook van. Oh ja, dat gaat niet. Dat lukt het niet, hè? Nee. Het is best druk. Ja, het is heel druk. Ja. Heel leuk. Ja, leuk, hè?